onderzoek beter te maken. Het gebeurt wel vaker dat ze dat doen met ziektes. Komt niet heel vaak voor, want het is natuurlijk niet helemaal netjes om mensen bewuste ziekte te geven. Daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Maar ja, dus soms doen ze dat, bijvoorbeeld voor cholera, voor griep en nu ook voor andere koken. Lijkt best wel risico te doen. Misschien dat je gezond bent en niet te veel onder je lijden. Dat is het risico. En Boring heeft zojuist in de persbericht laten weten dat hij aangifte gaat doen en dat hij weggesteld om anonieme online haat te gaan. Dat media corona is dus een beetje hoef. En wij horen aan de anonieme haatreacties die niet plaatsvonden. Onder de artikelen op het platform, uit meerdere voorbeelden die hij nu blijkt, dat er zo'n regelmatig te maken heeft met andere wel. En daar ging het over familie discriminatie. En tegen de plaats van die reacties die hij nu aangeeft, en weer in het programma zelf, is geprobeerd om alle toe ontoelaatbare reacties te krijgen. Als je dat niet doet, dan stap je ook daar in de rechter toe. Ja, Rob, jij hebt een gesproken vandaag. Waarom doet hij het? Ja, het is voor hem echt een kwestie van dat de maat vol is. Hij heeft het lang laten gebeuren eigenlijk. En nu zegt hij, ja, ik ben er gewoon nu klaar mee. Ik wil ook een voorbeeld stellen voor collega's die hetzelfde overkomt. Dus hij stapt nu hierover naar de rechter. Niet alleen om die mensen die de haat uit hebben aan te pakken, maar ook in de hoop dat media corrupt dus in dit soort platform natuurlijk in het algemeen een beter hun best gaan doen om dit soort reacties te voorkomen. En verder weet ik bij Frank wel vijand dat hij ook verwacht dat er als die anonimiteit van die mensen wordt opgegeven, nog wat opvallende namen naar buiten zullen komen. Maar mensen die we eigenlijk kennen? Mensen die we kennen uit de omroepwereld, inderdaad. Dus wat dat betreft, oh, daar ben ik persoonlijk het meest in. Jongen, maak een kans. Is dit zeg maar een clear case? Ik heb het even gelezen, of even. Het is een behoorlijk papier geworden. Het Gordon is er wel veel tekst de laatste tijd. Nee, het is niet van Gordon, het is van zijn advocaat. Ja, okay. Ik heb dus de advocaat ook even gebeld, ja, versteken. Dus een van de advocaten die Gordon aan bij staat. Ik denk wel, het Openbaar Ministerie kan niet zomaar even terzijde leggen. Het is wel heel goed gestudeerd, zulke jurisprudentie van het Europese Hof. Waarin het vergelijkbare gevallen is gesommeerd op, om actie te ondernemen. Dus dat het adviseer kan het strafrechtelijk gaan onderzoeken. En dus is de civiele procedure tegen Mediacourant met een dwangsom als, als Mediacourant niet reageert. En dus die, wat Rob ook al zegt, die reacties niet verwijdert. En ook niet die namen van die reagerers gaat geven. En met name het laatste vind ik wel goed. Dus als Mediacourant zegt, ik geef die naam niet op, die IP-adres die blijven bij mij, die gaat niet aan je geven. Dan stapt hij dus ook naar de rechter. Als civiele rechter. Ja. Civiele rechter, ja. Ja. En ik vind dat wel terecht. Kijk, tegen Mediacourant zou je niet veel kunnen beginnen. Iedereen wordt er wel eens in genoemd, althans die op televisie. Ik moet het best aan omlaag trouwens. Ja. Niet de reacties, maar wel. Thank you.